Ja, Givan, na 315 dagen, althans zei de trainer, dus was er weer een competitiewedstrijd. Eerste wedstrijd van het seizoen, derde divisie, thuis tegen Terlede. 3-1 winst gelukkig. Eerste helft was fantastisch, vond ik zelf. Tweede helft was minder. Kan je een analyse geven van de eerste helft? Ja, precies zoals je zegt. De eerste helft was fantastisch. Vergeten we onszelf denk ik een beetje te belonen met een 2-0 en een 3-0. Maar goed, dan ga je de rust in. En na de rust, voor mijn gevoel, kwamen we er iets anders uit dan dat we de eerste helft speelden. Kregen we die 1-1 tegen. Toen was het een beetje hangen, sleuren, vechten. En gelukkig Simon met de 2-1 en uiteindelijk ik met de 3-1 pot op slot en 3 punten. Ja, want ik heb het aantal mogelijkheden CQ kansen geteld eerste helft. Dat is 15 voor Excelsior. Met name een serie zeg maar, met hoekschoppen, dat de keeper er elke keer bij zat. Ja. En zij kregen de eerste mogelijkheid in de 33e minuut. Een klein schotje. Dat zegt ook genoeg. Ja, dat zegt ook genoeg over ons. Dat wij niet heel veel weggeven in de eerste helft. Eigenlijk praktisch niks weggegeven. Ja, en dan dat ze uit een vrije trap scoren, dat is dan heel zuur voor ons. Maar ja, ik denk dat we het verdedigend wel goed hebben gestaan. Met de bespreking boven voor de wedstrijd haalde de trainer ook al aan hoe weinig kansen wij tegenkregen. En ja, vandaag was dat weer het geval. Dus het enige verwijt is zeg maar, dat jullie niet doorgestoten hebben na die 1-0. Want jullie geven hun dan wel nog de mogelijkheid van, hey, wacht eens even, we staan maar 1-0 achter. Ja, precies. Als we gewoon de 2-0 al vroeg hadden gemaakt, dan denk ik dat het al wel eerder beslist was. Maar ja, even lekker. Ja. Wat hadden jullie afgesproken in de rust? Want jullie kwamen heel anders de kleedkamer uit. Ja, dat we gewoon verder moesten gaan bij wat we de eerste helft deden. En, het ging wat stroever en wat moeilijker, maar ik denk dat we uiteindelijk wel ons wel goed herpakt hebben. Ja, hebben zij anders gespeeld ter leden? Kwamen die anders uit de kleedkamer of merkte je dat niet? Nee, ik vond ze wel wat agressiever dan in de eerste helft. De eerste helft maakten wij vooral het spel. Maar al met al vond ik ze niet heel anders of zo. We lieten het een beetje toe, laat ik het zo zeggen. Ja, dan maken zij de 1-1 en zie je de bui al hangen. Want ja, heel veel passers gingen niet zo meer als in de eerste helft. Klopt. Jij bleef ook sleuren aan de voorkant. Maar ja, ook daar ging het niet elke keer geweldig. Nee. Wat dacht je toen het 1-1 werd? Ja, toen dacht ik, het zal toch niet zo zijn dat we hier nog punten gaan verliezen. Want als we hier gelijk hadden gespeeld, had ik het ook niet goed gevonden. We moeten hier gewoon winnen. En uiteindelijk gelukkig geluk. Maar ik was wel even aan het zweten. Ik dacht, het zal toch niet zo zijn. Hè? Ja, Simon komt erin. Ik weet niet meer welke minuut, maar die kwam in de... En vlak daarna scoorde hij de 2-1. Dat was wel een bevrijdend doelpunt. Ja, dat was... Mirko wil even grappig doen. Ja, nee, dat was heerlijk toen Simon erin kwam. Die jongen is snel, die kan een goal maken. En ik was blij dat hij het deed, want dat gaf ons ook meer lucht. En heerlijk. Ja, jij bleef gelukkig staan. Er was niet een spits voor een spits, dus het was extra aanvallen. Op een gegeven moment, laatste minuut, of misschien de blessuretijd. Jij kreeg de bal, hoe ging dat? Ja, ik weet niet. Volgens mij kreeg ik hem van een verdediger van Terlede. En ik neem hem aan, ik leg hem klaar en ik schiet hem langhoek binnen. Ja, 3-1 geworden. Dus wel conform de krasverhouding, denk ik, of niet? Ja, dan zie je dat wij wel de betere ploeg zijn. Wij moeten ook de betere ploeg zijn. We hebben veel meer kwaliteit dan Terlede. Dus dat is duidelijk. Ja, je zei voor het interview dat je heel moe was. Heb je echt zoveel gelopen en gesleurd? Ja, ik was wel echt kapot, ja. Het is ook nog een eerste competitiewedstrijd. Hè. Ik denk als je een paar competitiewedstrijden verder bent, dat de conditie dan weer nog beter is. Maar ik ben blij zoals die nu is. Ik heb vorige week 120 minuten kunnen spelen en nu 90. Dus we komen vooruit. Nou, goede teamprestatie. Gefeliciteerd met deze overwinning. Geniet er nog even van. En, ja, dankjewel. Op naar volgende week. Ja, komt goed. Dankjewel. Dankjewel.